Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van ons, Royalistic en Fireco Killer J. En vandaag hebben we weer iets nieuws. Nou ja, het is eigenlijk wel een serie die al een tijdje op mijn kanaal te zien is. Namelijk Pimp My Ride. Alleen vorige keer heb ik dus twee auto's gepimpt en mochten jullie beslissen welke auto ging winnen. En dat heb ik door middel gedaan van een straw poll. Heel veel mensen hebben het ook in de reacties achtergelaten, maar dat waren zoveel reacties, dat is een beetje lastig om te tellen. Maar in totaal hebben ook 105 mensen gestemd via de straw poll. En er staat in deze video trouwens ook een nieuwe straw poll onder in de beschrijving. Dus als je wil stemmen op welke auto gaat winnen, klik dan even op die straw poll in de beschrijving. Maar in ieder geval, vorige keer is dus 105 keer gestemd. En met een ruime meerderheid, 68%, heeft auto nummer 2 gewonnen op mijn kanaal. En vandaag gaan we dat dus weer doen, maar nu met z'n tweeën. En het zit een beetje zo vandaag. Ik ga een auto zoeken. Roy gaat een auto zoeken. We rijden beide naar een andere Los Santos Customs. Pimpen die auto. Meet op een parkeerplaats. En mogen jullie dus beslissen wie er gaat winnen door middel van die straw poll dus die in de beschrijving staat. Ook staan de linkjes naar mijn kanaal en naar Roy's kanaal in de beschrijving. Dus kijk je dit op Roy's kanaal, ga dan even naar mijn kanaal. Kijk je dit op mijn kanaal, ga even naar Roy's kanaal en subscribe even op ons. En laten we gaan beginnen, Roy. Want ik heb er super veel zin in. Ah, is goed, man. Ja, ik wil een beetje compleet nieuw in dit Pimp My Ride gebeuren. Dus je zal me maar een beetje moeten helpen. Druk maar op Exit Apartment, zal ik zeggen dan. Dat is het eerste wat je moet doen. Als je weet hoe dat werkt, je loopt tegen de deur aan. Nou, ik moest toch wel even twee keer kijken voordat ik... Nee. Okay. Maar in ieder geval, wat we vandaag dus gaan doen is... we hebben zometeen even de tijd om een auto op te zoeken. En die auto moeten we allebei zo mooi mogelijk maken. Dus als jij nou zometeen die kant op rent en ik ren daarheen... En dan gewoon de leukste auto die jij ziet, die neem je mee. Oké. En dan Simeon begint me te bellen. En dan gaan wij, we kunnen in contact blijven natuurlijk met onze oortjes. En dan gaan we die auto's gewoon even pimpen. En dan mogen de kijkers straks beslissen welke auto zij het mooiste vinden. Dus ik ben onderweg. Goed. Ja, ik dus ook. Nou, geen sportcar, want die kan je überhaupt niet tunen volgens mij. Omdat dat als jij nou naar die Los Santos Customs rijdt, daarbij die garage en zo. Daar zit als goed is ook zo'n blauw tekentje van een garage. Dan rijd ik naar die bij de airport. Is dat een goed idee? Oké, ja, en dan meeten we uiteindelijk bij de main Los Santos Customs. En zoek maar een leuke auto op. Ik denk dat ik mijn auto al heb gevonden. Ik denk dat deze wel heel vet kan worden. Oh, ik vind deze ook wel heel erg vet. Daar heb ik nu best aan. Maar volgens mij is het een sportstype. Even kijken of dat zo is. Maar ik ben nu dus al onderweg naar de airport. Oh nee, dit is een coupé. Dit is een fel... ga ik niet zeggen natuurlijk. Maar dit is wel een... Misschien, ik kan nog van auto switchen. Ik kan nog van auto switchen. Dus als ik denk van, die auto heeft wel kans om mooier te worden dan die van mij. Dan zeker weten dat ik ook een switch. Maar okay. Wat voor upgrades ga jij erop zetten? Want het kost natuurlijk wel gewoon online monies in deze episode. En normaal heb ik altijd gewoon mijn modmenuutje en dan kan ik gewoon geld adden wat ik maar wil. Maar dit keer moet ik natuurlijk wel een beetje uitkijken met de uitgiftes. De uitgaves. Zo, hij heeft een bounty op me gezet omdat ik zijn auto heb gestolen. Nou, boffen. Lekker voor je. Jongen. Maar je hoeft je in ieder geval geen zorgen te maken om andere spelers, want we zitten in de private league. Ja, klopt. Nou, ik heb een auto. Ja, ik weet zeker. Deze ga ik gebruiken. Ik zal zeggen, rij naar de Los Santos Customs. En dan dan gaan we beginnen met het pimpen van onze auto's. En dan meeten we zo meteen bij de main Los Santos Customs. En dan kunnen mensen gaan kiezen welke auto vandaag moet gaan winnen. In de vorige episode volgens mij sta ik in de main Los Santos Customs, maar dat is niet echt een probleem. Dan rijd ik er gewoon uit en dan meeten we daar, dat maakt niet zo heel veel uit. Vals speler. Oké, maar dingen zoals armor upgrades en zo kun je gewoon besparen, want dat maakt toch niet uit. Het gaat puur om de look, toch? Of gaan we ook echt gewoon voor het race hoor, monster? Dat we ook gewoon echt gaan testen en zo tegen elkaar. Misschien ook wel vlaggen. Nee, we gaan hem niet testen, want ik heb best wel gewoon een suburban car. Maar deze is wel perfect voor een drive-by. Laten we het zo zeggen. Okay. Nou, is goed. Maar dan ga ik gewoon volle upgrades erop gooien. Ik ben in de Los Santos Customs. En ik ga beginnen met upgraden, dames en heren. Dus, ik ook. Ik kap Roy even uit de video op dit moment. Dus Roy kan lekker tegen jullie praten op zijn kanaal. En ik praat nu tegen jullie op mijn kanaal, zodat hij niet kan horen wat wij gaan upgraden vandaag. Dus als allereerst gaan we de vehicle even repairen. En Roy, kan je me nog horen? Ik kan jou zeker nog horen. Oké. Als ik jou was, zal ik op dit moment even je headset muten. En dan zal ik zeggen, van muten we zo meteen. Ik geef jou wel een seintje als ik klaar ben. En dan vraag ik of jij ook klaar bent. Maar dan verbreken we nou even het contact, oké? Is goed. Dan gooi ik nu even mijn headset op mute. En dan
Doe ik met z'n 12 af, want anders leid je me nog steeds af. En dan ga ik inderdaad even lekker nee, upgraden. Ik gooi mijn headset ook op mute, maar dan doe ik hem unmute. Hou het maar wel op, want anders kan ik je geen seintje geven als we zo meteen klaar zijn natuurlijk. Maar hou hem op, maar ik mute mijn headset, jij mute die van jou, dan kunnen we gewoon tegen op onze kanalen praten. Dus dan is het ook een beetje extra reden om bij hem nog te gaan kijken, snap je? En ja is goed. Dus net zo. Dus, Oké, gaat dat dan doen. Yo, tot zo. Oké, nou beste kijkers, het is dus tijd om de auto te gaan upgraden. Jullie zien mijn auto, het is de Fallon GT volgens mij. Ja, wij gaan hem natuurlijk gewoon vol upgraden, want we willen natuurlijk gewoon van Joey gaan winnen, tuurlijk. Dus wat ga ik doen? Ik ga de race brakes opzetten. Ik heb net al de 80% armor upgrade gedaan. Brakes, ja, heb ik helemaal erop gezet. Engine, tuurlijk gooien we de engine 4 erin. Explosives, niet echt nodig. Een hoorn. Gaan we nog een hoorn erop zetten? Kost me wel een beetje veel geld eigenlijk. Is misschien een beetje zonde, denken jullie niet? Ik vind deze wel heel vet, deze toeter, maar ik weet niet. Ik denk dat het niet de moeite waard is, dus ik ga het niet doen. 90.000 is ook wel echt heel erg veel voor een fucking toeter, dus dat gaan we niet doen. We gaan er zeker wel neon onder zetten, dat weet ik zeker. Dus front, back and sides. Ja. Yeah. Neon kleur die doen we straks, want eerst moeten we natuurlijk weten wat voor kleur we de auto gaan geven. Ik neem in ieder geval wel xenon lights. Dat lijkt me wel logisch. Horn doen we dus niet. Lost theft protection en tracker sowieso. En full coverage. Huppakee. Ik zet hem wel gewoon lekker in mijn garage. Een plate. Zwart is wel vet man. Yellow and black. Nou, dit is allemaal best wel lelijk. Ja, ik denk dat dit wel mooier is. Dus we doen hem zo. Dan, resprayen. Eerst gaan we dit nog even doen. Suspension, huppakee, sport suspension, transmission, race transmission, turbo, huppakee. Gooien we er allemaal in. Ja, joh. Wheel type? Nee. Wheel color? Nee. Tires, ups. Tire enchantments. Bulletproof tires. Tire smoke, weet ik nog niet. Tire design. Velgen, ja, die gaan we wel echt even uitkiezen. Ik weet dat ze heel erg vet zijn van high-end. Kijk, ik vind deze echt fucking bruut onder deze auto. Wat vinden jullie? Ja, dat kan ik natuurlijk nu niet weten, maar ik denk dat jullie deze ook wel heel erg bruut vinden. Maar we gaan nog even verder kijken. Misschien is er nog wel iets ziekers. Deze zijn ook wel heel erg vet. Holy shit. Yo, deze zijn ook wel echt heel erg vet. Je hebt er zoveel vette, man. Maar ik denk dat toch dat ik voor deze ga. Deze vind ik wel echt heel erg ziek. Ja, of Shadow, die is ook vet. Man, wat voor keuzes die vet zijn. Ja, ik ga toch voor de hyper ding. Huppakee. En de kleur doen we dan straks wel eventjes. Dan gaan we nu in ieder geval over naar het volgende onderdeel, de windows. Ja, die doen we natuurlijk helemaal limo zwart. Dat is gewoon fucking vet. Done, denk ik. Qua alle upgrades. Dan gaan we nu resprayen. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk voor de auto. Want zonder een vette respray ga ik de challenge nooit winnen. Dus dat moet goed komen. Kom op. Torino Red. Nee, ik denk dat ik hem metallic ga doen met een pearl saintje eroverheen. Daar hou ik gewoon van. Dat vind ik zo vet. Even kijken. Dit is het belangrijkste van de hele auto, jongens. De kleuren. Black en dan... Nee, dat is te cliché. Dat heb ik al op te veel auto's. Wat is vet, jongens? Wat ziet er vet uit? Wat ziet er vet uit? Wat nou als ik rood op blauw doe? Is dat niet fucking ziek? Dark blue... Hier, als ik gewoon een normale blue doe. En dan een pearl sandje eroverheen. En die doe ik dan rood. Waar is rood? Dit is allemaal blue. Dat moet ik allemaal niet hebben. Bruin, purple. White, nee. Oké, hier moet ergens sowieso red staan. Ja, Torino red. Valt me tegen eigenlijk, om eerlijk te zijn. Dus laten we die kleur er niet overheen doen. Nee, dat gaan we zeker niet doen.
Dus we gaan gewoon een andere metallic kleur uitkiezen. Want ik wil wel Soulsly Pearl Sand doen. Dat vind ik gewoon zo vet. Diamond Blue. Nee, heb je niet gewoon wit? Gewoon echt helemaal wit? Ja. Yeah. Ice White of Frost White? Frost White. Ja. Yeah. Frost White. En dan een Pearl Sand. En... Oeh, dat is wel vet. Gewoon zo'n gloed eroverheen. Dit groenige, ga je dat goed zien? Bright green. Ziet er nog een beetje naar uit van niet. Maar het zou wel vet kunnen zijn hoor. Nee, je ziet het niet heel erg. Nee, weer een andere metallic kleur. Sorry hoor, dat het zo lang duurt. Maar ik wil gewoon echt, winnen. Dus ik moet even echt een vette bak maken. Roy? Even kijken. Roy? Hey yo, Joey. Yo. Ik hoor Joey weer. Hoe is jouw auto geworden? Ja, pittig vet. Alleen ik ben nog niet klaar met de kleuren. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dus, Zou ik daar mee mogen luisteren? Anders is dat natuurlijk een beetje... Ja, is goed. Ja, zeker weten. Oké. Okay. Ik zit een beetje te twijfelen. Dus kun jij dat nog even afmaken? En ja. Dan ben ik nu al onderweg. En ik ga proberen... En trouwens, Roy, ik had een vraagje. Want ik heb mijn garage zitten vol. En ik wil deze auto is eigenlijk best wel vet geworden dat ik hem wil houden. Zou jij misschien zo meteen even in mijn auto kunnen zitten, zodat ik één autootje uit mijn garage kan verkopen? Ja, is goed. Dat is prima. Oké. Maar dat hoeft niet tijdens de video, dat kan ook wel na die tijd. Maar dat is gewoon dit even een vraag. Dit is wel echt ziek. Ja, oké. Dit gaat er overheen, dames en heren. En dan alleen nog een... jullie weten wat ik bedoel. Een ding is er overheen. Dus dat moet ik nog even gaan uitzoeken, welke daar vet op aansluit. Je bedoelt de permissie? Nee. Je zegt de ding is eroverheen, dus je bent bezig met de kleuren. Dus dat is dan Nee, is een dak eroverheen. Gewoon zo'n hoed, weet je wel. Oké. Ja, ik heb echt zo'n Uber Family Wagon, man. Echt? Serieus? Gewoon zo'n vakantieauto, zeg maar. Ja, man, dat is echt gruwelijk. Ik wil hem echt graag houden. Ja, waarschijnlijk gewoon die standaard sportcar, maar deze, je gaat zien houden. Ik heb dikke ik heb geen standaard sportcar. Dit is gruwelijk. Sfeertje. jongens, stem op mij. nee. Hallo. Ik kom er gewoon echt niet uit wat ik wil. Oké, nou ga ik een beslissing maken. Oké. Hups. Holy shit. Dit is op zich wel vet. Nou ja, trouwens Roy, ik moet nog zo meteen, als jij klaar bent, ik moet eigenlijk nog even snel naar binnen. Hoezo? Anders kan ik hem niet van mezelf maken, de auto. Ik ga gewoon een auto deleten uit mijn garage. Oh, ja, is goed. Want dan kan ik natuurlijk niet die buggy openzetten, weet je, aan de achterkant. Dat moet natuurlijk wel, want jullie moeten ook de binnenkant zien, want de binnenkant is echt fucking vet. Kon je die ook gewoon tunen in die auto van jou? What the fuck? Gedeeltelijk. Sick. Hoor je het toch niet? Nee, wat moet ik horen? Holy fuck. Zo. I guess it's done. Ja, ben je klaar? Dan ga ik nu naar binnen. Ik kan gewoon ook naar binnen terwijl jij erin zit. Gewoon echt even mijn wiel kleuren. Wheel color, huppakee. Oké, even wachten. Ik ga hem gewoon van mij maken gelijk, deze auto. We kunnen dus blijkbaar gewoon in de... Ja, heb ik ook gedaan. Yes. En dan... volgens mij staat hij in... Dit ziet er echt picobello uit, dames en heren. Ik hoop dat deze auto niet te duur is. Ik ga hem gewoon vervangen met deze. Yes. Oké. Hupsakee. En dan een full cover. Die gaat erop. Bam. En dan nog eventjes naar... Waar zit dat? Lights, denk ik. Ja, lights. Neon color. Dat gaan we natuurlijk wel doen. Holy shit. Nou, Roy, ik begin nou een beetje moeten worden, hoor. Schiet een beetje op, jongen. Ik heb een auto 4 keer zo vet gepimpt in een veel kortere tijd. Kom uit de garage.
ben je bang. Oké. Okay. Ja, ik ben klaar. Denk ik. Kijk, dan zeg ik, kom naar buiten. It's done. Holy shit! Ik ga hem bekendmaken. Hohoho! Even kijken hoor. Vehicle. Ik zou zeggen, stap uit en show your car, man. Here it is. Oh mijn god. Je hebt inderdaad gewoon echt een familiebak gepakt. Ik kom gewoon aan met een dikke Audi. Kijk die achterkant daar. Kom hier kijken. Kijk maar. Oh, je hebt een Furico logo. Oh shit. Ja, maar kijk ook mijn achterkant. Kijk mijn achterkant. Ja, hey, kijk dit even. Hey, kan jouw dak ook open? Hey. Ja, dat is leuk. Maar kan jij Dat is leuk. Kan jij zulke harde muziek afspelen als mij met deze geluidsinstallatie die ik achterin heb gebouwd? Hè? Oh, ja, nee, dat, daar zat mijn geld al in het dak, zeg maar. Dus werd hem niet. En heb je mijn toeter al gehoord? Kijk, deze dikke V8 die ik hierin heb laten zetten. Dikke V8 motor. Oh. En heb je dit al gehoord? Wacht even hoor, dit moet je ook echt even horen. Heb je daar gewoon 90.000 voor betaald om die toeter te krijgen? Ja. Ik wilde hem ook nog nemen, maar ik dacht van nee, dat is veel te duur man, dat ga ik niet doen. Dus, kom even voor je auto staan zou ik zeggen. Ja, ik doe nog even mijn dak erop. Hupsakee. Zo, kijk. Helemaal goed geïnstalleerd, raampjes dicht. Hupsakee. Okay, ik wil even alles dicht doen. Even wachten, waar staat de vehicle door zijn man? Wat een bak jongen, ik ben er trots op. Ik vind hem echt vet. Ik kom niet dicht. Dat is dicht. Ja, wat is dit nou voor amateuristische... Kijk, hij zit nog niet eens dicht ook. Ja, nou, sorry hoor. Het is niet high-end kofferbak, oké? Okay? Ik moest daarop besparen. Oké, in ieder geval... Geweldig. Ik vind het goed. Oh, ik doe hem thuis, doe ik de kofferbak wel weer dicht. Maar in ieder geval, dames en heren. In de beschrijving staat dus een straw poll. En mijn auto, als je op mijn auto wil stemmen, staat er als het goed is Killer J's auto. En als je op Roy's auto wil stemmen, staat een Royalistics auto. En in de volgende video die wij samen gaan maken, gaan we de uitslag wel bekendmaken, denk ik. In ieder geval, de vorige video heeft auto nummer 2 gewonnen. En aan jullie de taak, wie wint er vandaag? Killer J of Roy? Dus stem. En like natuurlijk de video. Alvast bedankt voor het liken. Abonneer. Zeker weten. En volg ons op de social media. Twitter, Instagram en Facebook. Links staan in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ik zeg... Later. Peace.